Niet te laag, want dan heb je meer slijtage. Dus dat is ook niet goed. Maar te veel is ook zeker niet goed. In goede afstelling van de maaier is van groot belang om het gras schoon de kuil in te krijgen en te zorgen voor een goede kwaliteit ruwvoer. Hoe stel je de maaier zo goed mogelijk af? En waar moet je precies op letten? Bastiaan vertelt er meer over. Dit is Boerderij Uitgelicht. Hi Bastiaan, leuk dat we hier mogen zijn vandaag. Ja, hoi Rachel, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, met welke zaken moeten veehouders of de loonwerker rekening houden bij het afstellen van de maaier? Nou, het afstellen van de maaier is inderdaad één waar je eigenlijk na het vorige seizoen op moet letten bij het aanvang van het nieuwe seizoen. Is dat bijvoorbeeld de olieniveaus allemaal op peil zijn van de overbrengingen, maar zeker ook van de maaibalk. En een veelgemaakte fout daarbij is dat er te veel olie in zit. En wat gebeurt er als er dan te veel in zit? Nou, dat heeft nadelige effecten, want dan neemt je brandstofverbruik van de trekker enorm toe. En ja, dat is natuurlijk slecht voor het milieu. Ja, dus eigenlijk wil je zorgen dat die op peil is. Ook niet te laag, denk ik? Nee, niet te laag, want dan heb je meer slijtage. Dus dat is ook niet goed. Maar te veel is ook zeker niet goed. Dus dat is sowieso een check? Ja. De olie? De olie, ja. Vervolgens de afterkassen is altijd heel belangrijk. Heel veel veehouders denken wel aan het smeren van de kruisjes. Maar zeker heel belangrijk is ook de buizen. Dat die goed gesmeerd zijn. En dat die dus ja, soepel in en uit kunnen schuiven. Ja. Nou, je kunt het hier aan de maaier wel zien. Als dat bijvoorbeeld niet het geval is, dan zal de bodemvolging ook een stuk minder zijn. Omdat die dus blokkeert op de dwarse afterkas. Ja, nee, dat wil je natuurlijk niet. Nee. Bodemdruk is ook een belangrijk ding. Ja. Waarom is dat nou zo belangrijk dat je maaier goed is afgesteld voor die bodemdruk? Nou, bij een te lichte bodemdruk is er de enige beperking is dan dat je maaier begint te zweven. Dus kom je bijvoorbeeld een oneffenheid tegen, dan zul je zien dat hij een golvend maaibeeld gaat geven. Een te zware bodemdrukinstelling daarentegen, dat heeft veel meer nadelige effecten. Uh-huh. Allereerst weer het brandstofverbruik. Je hebt veel meer kracht nodig om die maaibalk over de grond te trekken. En daarnaast heeft dat ook een toenemende slijtage aan je machine. En de zoden beschadigd. Dus dat willen we ook niet. En wat is nou de ideale afstelling dan? Nou, ongeveer, kan het wel laten zien, is 50, 60 kilo wat we dan moeten doen. En dat kun je heel eenvoudig controleren doordat je de maaier eenvoudig kunt optillen. Dat is ongeveer 50, 60 kilo. Dat is de ideale bodemdruk. En als je hem te licht opdrukt, dan optilt, dan... Ja, dan begint hij te zweven. Dus als je dan een oneffenheid tegenkomt in het land, dan zal hij omhoog gaan. En dan duurt het even voordat hij terugkomt. Dus dan krijg je een hobbelig maaibeeld. Dat willen we echt niet. Even dingen optillen, even voelen. Even voelen, ja. En 50, 60 kilo, dat is de ideale afstelling. Ja. Scherpe messen, ook belangrijk neem ik aan. Heel belangrijk, ja. Stel dat je nou geen scherpe messen hebt, dan raad jij aan om wel elk seizoen even je mest te vervangen? Of wat? Ja, is ook wel afhankelijk van wat voor bodem je zit, wat de conditie van je land is. Maar scherpe messen is zeker een must. Dat is voor een goed maaibeeld en ook zeker voor een goede hergroei. Je kunt nagaan als je een botmes hebt, dat snijdt het gras niet zo mooi af. Dus dat beschadigt meer. Dus scherpe messen is zeker belangrijk. En het vervangen van je messen, is dat makkelijk? Nou, dat is heel eenvoudig. We hebben een sleutel waarmee we de messen kunnen omdraaien. Dus het is ook niet zo dat je elke keer je messen hoeft vervangen. Maar je kunt ze dus halverwege het seizoen een keer omdraaien. En voor het aanvang van het seizoen zou ik er altijd wel nieuwe messen in doen. Duidelijk. Maaihoogte, ook een puntje. Ja. Wat is de ideale maaihoogte? Ja, dat verschilt een beetje. De laatste jaren is de trend dat we steeds iets hoger gaan maaien. Gezien de fout is dan dat we eigenlijk dat proberen met de topstang die maaihoogte langer te krijgen. Dan kantelen we als het ware de maaibalk. Alleen het probleem is dan dat de maaibalk niet meer stekend staat, maar dat hij haast eroverheen wil. Dus het is beter om daar verhogingssloffen voor te monteren. Daardoor kan de hoek van de maaibalk negatief blijven en blijf je wel een goed snijbeeld. En kun je dus op hogere afmetingen maaien. En dat is ook makkelijk zelf te monteren? Ja hoor, dat is heel makkelijk. Dat is eigenlijk een kwestie van één inbusbout en je kunt die sloffen eronder halen en je kunt ze er ook weer onderuit halen. Nou, dat lijkt me dan makkelijk om ook zelf te doen inderdaad. Ja. Zijn er eigenlijk nog andere punten waar je rekening mee moet houden als je je maaier gaat afstellen? Nee, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Dus eerst de hoogte, de aanbouwhoogte. Dus gewoon de hoogte van hefarm is belangrijk. Die bodemdruk en vervolgens je maaihoogte. En zorgen dat de maaibalk altijd stekend staat, nooit achterover. Want dan gaat het niet goed. Dan gaat het niet goed. Nee. Nou, dankjewel voor je verhaal. Dit was Boerderij Uitgelicht. Heb jij nog specifieke vragen over het afstellen van je maaier? Stel ze hieronder in de reacties.